Ik dacht alleen misschien nog leuk om één shot te nemen van iets verder weg. Dan zeggen we, hallo, daar zijn we weer van Finding a Better Way to Live. Hallo, daar zijn we weer van Finding a Better Way to Live. Dag allemaal, we zijn nu 10 dagen onderweg en tijd om iets van ons te laten horen. We willen een beetje iets vertellen over de dilemma's die we zijn tegengekomen toen we de camper aan het ombouwen waren. Duurzame keuzes maken of dat soms een beetje loslaten. We hadden ongeveer 6 maanden de tijd toen we dit plan hadden bedacht, omdat we in het voorjaar weg wilden gaan. Maar op het moment dat we onze camper tegenkwamen, waren er nog 6 weken over tot die vertrekdatum die we hadden als intentie. En nou hadden we natuurlijk ook kunnen zeggen van we gaan later weg. En dan hadden we duurzamer kunnen ombouwen. Maar we hebben er uiteindelijk voor gekozen om dat niet te doen. De reden voor mij was dat ik graag in de lente en het zomerseizoen wilde reizen. En voor mij was de reden dat ik al sinds de zomer zonder huis leef. En best wel verlangde naar weer een eigen plekje, wat de camper nu is. Ja, dus dat voelt wel echt als een dilemma. Dat we hebben dus eigenlijk bepaalde keuzes gemaakt vanuit wat we zelf wilden. In plaats van dat we helemaal gingen voor het duurzame ombouwen. Dus er zijn wat afwegingen geweest. En sommige dingen zijn duurzaam, de andere dingen zijn gewoon sneller. Ja, precies. Duurzaam bouwen. Duurzaam ombouwen, dat kost veel tijd eigenlijk, hebben we ontdekt. Omdat heel veel dingen zijn lastig te krijgen. Bijvoorbeeld materialen om kastjes te bouwen en zo. Multiplex. Multiplex kan je overal heel makkelijk kopen in de bouwmarkt. Duurzame alternatieven daarvoor zijn wel te vinden, maar heel lastig te verkrijgen. En die hebben vaak een hele lange besteltijd. Dus dat was voor ons uiteindelijk niet haalbaar. Dat is een van de dingen. Ja, toen kwamen we op het idee, omdat er 2 van zulke bankjes al in de camper zaten, om dan in ieder geval het hout van het ene bankje te hergebruiken voor het vaste bed wat we wilden inbouwen. Maar ook dat verliep niet helemaal volgens plan. Toen we die ombouw gingen maken, toen bleek dat we daarin wat rekenfoutjes hadden gemaakt. En toen hebben we eigenlijk al dat hout verspild en moesten we alles opnieuw kopen. Maar eigenlijk, ja, wil ik wel zeggen dat ik dat helemaal niet erg vind. Want gewoon dingen proberen en daarvan leren, dat hoort ook heel erg bij het leven. Hashtag stoeiend groeien. Dat ook mag, anders kom je helemaal nergens. Maar uiteindelijk zijn we wel enthousiaster geworden voor het klussen op zich. We zijn onervaren klussers, maar we krijgen het ook een beetje in de smiezen. En krijgen er plezier in. Dus we zien onszelf in de toekomst ook eigenlijk, more likely, wel zelf bouwen. Nu gaan we even iets vertellen over wat wel een beetje duurzaam is gelukt. Wat we toen zijn gaan doen is langs allerlei kringloopwinkels gaan. En kringloopwinkels hebben vaak hele leuke, goedkope items die bruikbaar zijn. Voor ons waren dat de opbergboxen bijvoorbeeld, die onder het zelfgebouwde bed passen. En opbergvakjes die we hier mooi op het keukenkastje hebben geplakt achter ons. Ja, ik wou heel graag allemaal nieuwe opbergboxen kopen die precies pasten in de vakjes. En daar had ik heel veel zin in. Maar Hilde heeft me tegengehouden, want die zei, nee Oscar, denk aan onze missie. Laten we nou eerst kijken wat we kunnen vinden. Ja, dus het zijn niet allemaal precies op maat passende, zelfde soort opbergboxen. Maar er is bijvoorbeeld een groene gevlochten mand, een kartonnen doos, een paar blauwe boxen en een paar witte boxen. Maar uiteindelijk vind ik het heel fijn dat we het zo hebben gedaan en ben ik het er eigenlijk helemaal mee eens. En het is ook heel kneuterig gezellig met al die kleurtjes in ons huisje. En dat is ook wel fijn. Ja, want de bekleding binnen in de camper die was eigenlijk hartstikke saai grijs. Maar wel heel bruikbaar, want ja, de boel helemaal strippen en opnieuw isoleren kost meer tijd. Maar ook de isolatiematerialen zijn niet heel duurzaam. Dus om die reden hebben we besloten het te laten zitten. En het is heel handig gebleken, want we kunnen wel allerlei haken en schroeven in de bekleding vastmaken. Wat een soort houtplaat is waar de bekleding omheen zit. En op die manier alle onze spulletjes handig bevestigen. Ja, dus dat was ook iets. We wilden de ombouw ook eenvoudig houden. En een van de dingen daarbij is ook dat we een toilet hebben weggelaten. Ja, hoe doen we dat dan? We maken natuurlijk ook heel graag gebruik van public toilets onderweg. We waren laatst zelfs op een dorpspleintje met een composttoilet. Ja, voor de gevallen waarin dat niet beschikbaar is, hebben we dan dit schepje. Dat we onze behoeften netjes kunnen begraven. Hier ligt te rusten. De hoop van Oscar. Geef je hoop niet op! Ja, want het is veel beter voor het milieu als je eventjes wat aarde over je poep heen legt dan als je het gewoon aan de oppervlakte laat liggen.
Ja, en over lekker frisse onderwerpen gesproken. We hebben ook geen koelkast aan boord. Want zo'n koelkast dat verbruikt ook maar energie. En bovendien geeft het ons een goede motivatie om meer veganistisch te eten. Veganistisch eten is over het algemeen duurzamer dan zuivel en vlees consumeren. Ja, en die dierlijke vetten die zijn natuurlijk hetgeen wat het meest snel gekoeld bewaard moet blijven. Dus we eten hartstikke veel fruit en groenten onderweg. En dat bevalt ons eigenlijk heel goed. Ja, heel kort voor vertrek, toen kwam er ineens nog iets op ons pad. We hadden nagedacht over zonnepanelen, maar dachten in die 6 weken, dat wordt een lastig verhaal. Tot we ineens een persoon ontmoetten met een zonnepanelenbedrijfje. En het opeens toch mogelijk bleek voor ons om met zonnepanelen weg te gaan. Maar wat hadden we nou eigenlijk echt nodig en is het wel zo duurzaam? Dat is een vraag die we ons wel even stelden. We zijn erachter gekomen dat zonnepanelen op je camper waarschijnlijk niet per se heel duurzaam is. Waarschijnlijk is het milieuvriendelijker om gewoon te zorgen dat je jezelf kan aansluiten op netstroom op camperplaatsen. Want de batterij die moet geproduceerd worden is best wel vervuilend. De zonnepanelen moeten geproduceerd worden. Maar we hebben toch gekozen voor de zonnepanelen omdat we gewoon zelfvoorzienend willen zijn. We willen die vrijheid om op elke plek onderweg onze laptop te kunnen gebruiken en filmpjes te kunnen maken. Dat was wederom een keuze waarin we niet zijn gegaan voor de meest duurzame optie. Ja, want die dilemma's die vormden zich al vanaf het begin. Hè. We willen wel heel graag verder met het filmen van eco-initiatieven. Maar op de fiets neem je alles zoals een statief en laptop niet makkelijk mee. Dus we rijden in ieder geval ook al met een bus die op diesel rijdt. Maar kozen bijvoorbeeld wel voor een bus die gemaakt is, gebouwd is na 2001. Zodat die net wat minder vervuilend is dan een bus voor die tijd. En zo zijn we gewoon continu zo bewegend in die zoektocht. Ja, dat zeg je mooi. We zijn steeds, we denken er heel veel over na en we maken keuzes die niet duurzaam zijn en we maken keuzes waarin we wel wat meer voor ons ideaal kiezen. En we hopen dat we langzamerhand steeds meer richting ons ideaal kunnen bewegen. En het voelt ook erg prikkelend om daarover in gesprek te blijven met elkaar, maar ook met mensen onderweg en zo ook met jou als je leuke tips hebt voor ons of je wilt met ons in gesprek blijven over hoe we dit misschien toch beter of slimmer kunnen doen, waarbij duurzaamheid ook een grote factor is. Laat het ons dan weten. Ja, precies. En als je de keuzes wilt bevragen, dan schroom niet om ook kritisch te zijn, weet je. Ja, en nu we jullie iets vertellen over het ombouwen voor vertrek, komt er natuurlijk ook een filmpje aan over de features die we uiteindelijk zelf hebben aangebracht in de camper. Dus volg ons als je straks onze rondleiding door de camper wilt gaan zien. Komt een dikke trekker aan. Dit is nog steeds heel veel editwerk. Ja, dat was niet de bedoeling. Hopelijk heb ik in een volgend filmpje iets minder vies haar. Want ik ben aan het experimenteren met natuurlijke shampoo die ik voor vertrek heb gemaakt. Net als onze zelfgemaakte tandpasta en zelfgemaakte deodorant. Ook dat komt in een volgend vlogje meer aan bod. Want ook onze lifestyle in de camper wordt steeds natuurlijker. Dus stay tuned. Ja, willen jullie vragen om als je ons wil volgen om je dan in te schrijven voor onze nieuwsbrief op de website. Want we hopen wat meer weg te kunnen bewegen van Facebook. Dus beweeg met ons mee, schrijf je in. En dan zeggen wij tot de volgende keer. Doei! Doei. Zo, wat gaan we nu doen? Ik moest toch op bed gaan liggen met mijn kleren uit? Oh ja. Ik dacht, daarvoor ga ik even deze dingen weer op de zijkanten doen. Oh ja.